Het is van belang dat er op wetenschap gebaseerd beleid wordt uitgestippeld om niet de dupe te worden van de gevolgen van klimaatverandering. Vandaag is Wereldmeteorologische Dag en in Suriname waren er activiteiten in het Nationale Meteorologisch Centrum te Sandré in Para, waar studenten een rondleiding kregen. Ad interim minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu, Stephen McAndrew, zei bij de gelegenheid dat er ander beleid moet komen omdat Suriname een lage kustlijn heeft en bijzonder gevoelig is voor klimaatverandering. Het is duidelijk dat menselijke activiteiten het klimaat hebben veranderd en nog veranderen. En daar heb ik het met name over de stijging van de zeespiegel. Stijging van de zeespiegel zou betekenen, in principe een ramp betekenen voor Suriname. Omdat 87% van de bevolking en de meeste economische activiteiten geconcentreerd zijn in het kustgebied van ons land. We worden daarom ook geclassificeerd als een small island developing state. Ondanks het feit dat we geen eiland zijn, hoor, worden we als een sits, zoals het wordt uitgedrukt, geclassificeerd. De meeste van onze sectoren, met inbegrip van infrastructuur, landbouw, water, mijnbouw, bosbouw, etc., lopen een groot risico op verlies en schade als gevolg van de geleidelijke veranderingen en extreme weersomstandigheden. De veranderingen komen door stijging van de zeespiegel, neerslag en vochtigheid en wind, zei McAndrew. Minister Riyad Nur Mohammed van Openbare Werken geeft aan dat het bijzonder belangrijk is dat er onderzoek gedaan wordt en data verzameld wordt van zaken die zich voordoen in het klimaat. De meteorologische dienst bij ons heeft natuurlijk wat instrumentarium voor Suriname, maar geloof mij, ze worden nationaal, internationaal gebruikt. Je hebt heel veel instanties die de data publiceren op de website internationaal, maar je hebt ook heel veel internationaal onderzoekers die speciaal komen en onze data analyseren. Dus werk is er genoeg. Maar waarom hebben we ook gekozen om jullie uit te nodigen? Ik kon hier ook andere mensen hebben gezegd van OW, dat was de zaal vol en van ROM. En van nog een ministerie, beleidsmaker was daar vol. We zeggen nee, laten we een kleine groep zetten, maar vooral de nieuwe generatie, de toekomstige generatie, die door moet gaan met het werk. En jullie hebben, ik denk vanochtend, een paar uren gewerkt bij de meteorologische dienst, als ik het zo mag zeggen. Toch? Een paar uurtjes, toch? Misschien zonder betaling, maar jullie hebben kennis gemaakt met instrumenten, etc. En de meteorologische dienst heeft een aantal dingen. We hebben meetinstrumenten in het hele land, in verschillende districten. Dus we zoeken mensen in districten. Nur Mohammed geeft aan dat er mensen nodig zijn om stations te beheren in de districten. De aanwezige studenten kregen informatie van wat de meteorologische dienst te bieden heeft en welke studies zij kunnen doen om te kunnen werken bij de organisatie.